Ja, mensen, het heeft lang geduurd, maar daar zijn we dan weer eindelijk. Ja, het was een beetje slecht weer de afgelopen periode. Daarom hebben we wat minder vuurwerkvlogs opgenomen. Maar we zijn er weer met een nieuwe vuurwerkvlog. Een categorie 1 vuurwerkvlog hier op de PTK. Het gaat al een beetje zo richting oud en nieuw. Richting de kerstdagen hebben we natuurlijk eerst. En daarom laten wij natuurlijk nog wat vuurwerk zien. We zijn weer op een leuke locatie, betere locatie vorige keer. We staan nu namelijk midden in de polder. Niemand die ons kan tegenhouden. Nou ja, dat weet je maar nooit. Maar dan gaan we dus in ieder geval proberen. Dat niemand ons tegen gaat houden. Ik ben niet alleen, hoor ik net. Wat doe jij nou? Oh, in het begin van de vlog gaat het dan gelijk fout, mensen. Het is niet te geloven. Ik wou zeggen, ik ben niet alleen. Ik ben met Kelvin samen. En we gaan er samen een doldwaze vlog van maken. En dat zie je al. Het vuur ging in de Wondertol. En hij ging dus ook gelijk af. De Wondertollen gingen allemaal af. Blijf lekker kijken naar deze vlog, mensen. We gaan een leuk feestje van maken. Zak maar zeggen. Oh. Heerlijk! Wat gebeurde daar nou, Kelly? Ja, ik stak per ongeluk heel dat zakje in de fik. Hey, niet in mijn auto, jongen! En je reed ook! Ja. En jij zegt dat ook als de camera draait, hè? Draait hij, hè? Staat hij toch aan? Ja, weet ik het. Oh. Ja, hij staat aan. Ja, dat is veel van de Big Bazaar. Ja, wel veel, ja. Hey, hoe kan dat nou, joh? Ik heb nog steeds niks afgestoken, maar... Ik heb hier zo'n mooie zilver fountain. Oh. En ik heb nog zo'n fluit stoplicht. Fountain. Oh, dat doen we tegelijk, baby. Heerlijk. Fonteintjes, baby. Ja?
veel langer, man. Maar, van van welke winkel is jouw vuurwerk? Ik denk pas af. Kijk eens naar de grootte van de pot. Ja, dat is het wel verschillend. Het ruikt enorm naar putlucht. Oh, dit vind ik altijd wel het mooiste. De groene en de blauwe fonteinen. Ik heb hier nog True Colors. True Colors. That's why I have done. Buizen. Oh, dat wordt een knippertje. Dat wordt een knippertje, ja. Wat heb ik hier zo? Disco flash. Nou, er wordt heel Middelburg mee verlicht. Of Arnhem-Muiden, oh. In welke gehucht zitten we? Oh ja. Oh, wat erg dit. Oh. Inderdaad een crackling fountain. Stukken erin. Strong whistle. Nou word ik gebeld ook nog. Ook wissel. Whistle baby, let me know. Dit wordt een thumbnail, wat wordt dit? Zilverfouten, mensen! Heerlijk, dat wordt een thumbnail. Zak maar zijn. Heb je nog van dat lont bij, van Barium? Nee! Niet bij. Oh, heerlijk is dat, hè? Ik heb toch godverdomme zin in een auto nieuw nu, hè? Nee, ik totaal niet. Wat dan? Ik hoor iets knipperen. Wat is het nou?
Mensen, de... even kijken, wat is dit nou? Vulcano! Vulcano Power Baby! Komt-ie! Ja, de blaast weg. Vrijdag de 13e is, hè, vandaag. Ja, volgens mij weet ik dat, ja.
bijna op Jeffrey. Die kon niet meer fatsoenlijk zitten. Jeffrey die had een spettenpoekje gedaan. Oh, wat leuk! Wat een eindknal. Ja, die van dingen zijn. Oh, dus volgende week, hè, Kelly? Wat? Van de week, hè? Aankomende week. Wat? Dingetje, hoe heet het? Aldi. Aldi. Ik vraag... Star Fountain! Dat is goed volgens mij, hoor. Wat dit is je. Oh. Ja, hij gaat het gewoon weer doen dit jaar, hè? Ik weet niet wat die man allemaal voor plan is dit jaar. Ik had foto's van hem gezien, jongen. Wat een man, hè. Wat een man is dat. Pas wel op, hè. Niet te veel naar rechts, hè. Dit is al mooi, hè? Nee, maar waarom ik dat zeg, want als je er in die berm stapt, dan ben je zo weg. Het is een zachte berm, dus voor jou is het niet echt... Oh, hier, nog een trein. Jij niet? Nee, tegenwoordig niet. Oh, ik vind hem heerlijk. Ik echt, dan is het echt, het is of buiten oud en nieuw is, of het is echt oud en nieuw. Dat vind ik geweldig, jongen. Me too. En dan zijn we binnenkort weer mee bij jullie terug. Gaan we zo meteen de auto nog even opnemen, mensen. Dus blijf nog even kijken, dat sowieso. En ik sluit hem af met een mooie kanaal. En jij, Kelly? Ik met mijn eigen knettertjes. Dus wij zien het scheid te zeker. Nee. Ah. Vulcano. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Misschien zou je voor oud en nieuw, tenminste dan praat ik over mezelf. Kelly, misschien zou je voor oud en nieuw nog één keer terug, toch?
met de categorie 1 vlog, of niet? Nee, ik denk het niet. Nee? Oh, ik misschien wel. Misschien komt er nog één categorie 1 vlog voor Oud en Nieuw. Nou ja, goed, er komt nog wel een vlog van Oud en Nieuw zelf. Misschien twee zelfs. Kijk even of er nog een plaatsje kan komen. Kijk even of er nog wat los video's van volgend jaar opgenomen kan worden. Nou ja, goed. Desalniettemin, blijf dit kanaal in de gaten houden. Er komt natuurlijk ook nog vuurwerk halen in Nederland, hè Kelly? Gaan we samen doen, hè? Dat denk ik eigenlijk niet meer. Ja, ik weet niet. Jawel man, dat mensen zitten op te wachten. Ja, iedereen wil dat graag zien. Ik heb geen tijd, joh. Hè? Ik ben veel te druk, man. Ja, dan moet ik God samen alleen doen. Dan wordt het niet zo leuk, zou ik maar zeggen. Oh, nou ja, goed, dan gaan we zien. Wat was dat nou? Die weigeraar, die deed het hij nog. Hij zit te schijten. Nee, Kelly, jongen, doe nou gewoon mee, jongen. Hè? Ja. Heerlijk. Wil je nou dat failliet gaan of wil je nou... wat wil je nou? We gaan het zien, mensen. Misschien Kelly dus bij de vuurwerkhaal in Nederland. Anders doe ik het alleen. Dan ga ik wel alleen een videootje maken. Dan zal het wel serieuzer worden. Maar ook Duitsland. Met Jeffrey ga ik dat samen doen. Ga ik naar Duitsland. Dus die ga je ook zien. Nou, verder komt er nog wel een collectievideootje denk ik aan. Dus tot Oud en Nieuw. Hoef je je zeker nog niet te vervelen op dit kanaal. We zijn minder actief als vorig jaar. Maar hetgene wat we maken is productiever, mensen. En dat is wat we dit jaar willen gaan doen. Productievere video's maken. En Kelly zit achter me te lachen. Die denkt helemaal niks van waar. Maar het is wel waar. Mensen, tot de volgende video. Doei. Hé, hey, laat je likken, hè, mensen. Laat je likken. Doei. Ciao.